Dag lieve mensen, zijn we weer. Stappenbeeld Sportfiets de Apeldoorn, powered by Specialized. En ook deze week weer fiets van de week. En ja, wat is dit? Dit is een hybride, een racefiets met een rechtstuur, zeg maar. 80% asfalt, af en toe een verhard zandpad. Gravelpaden. Zeker voor dames die geen... dit is dan een damesmodel. Het hele thema dit keer gaat over moederdag. Dit is een damesfiets. Dames die niet te diep willen zitten op in een racestuur, racehouding, is dit misschien de juiste oplossing. Gebruikt vanaf €400. En wat ik net zei, komend weekend is de moederdag. Jouw moeder, mijn moeder, jullie mama. Ik heb daar op social media, ons Instagram account en Facebook, post ik ook dit soort items. Shirts voor moeders, sokken in verschillende kleuren, passend of niet passend. Gewoon leuk om, ja, een sok heb je nooit genoeg natuurlijk. Kun je moeders mooi mee verrassen. Een ander mooi cadeau, aandachtspunt is snelheidsmeter, navigatieapparaat. Komt heel mooi voor op de fiets te zitten. Het is een limited edition in het roze. En nu weet ik dat alle dames niet van roze houden. Hij is er ook in andere kleuren. Dus, maar echt ook een leuk item om mee te werken. Communiceert heel makkelijk met de telefoon. Dus je kunt heel makkelijk besturen. In de winkel. Of het merk Cycle Gifts. We hebben daar een mooie standaard een cadeauverpakking standaard van in de winkel staan. We hebben allemaal leuke fietsgerelateerde cadeaus. Een broodsnijplank. Waar jullie moeders het ontbijt op kunnen brengen. Ik heb hier een pasta zakje in de vorm mooie figuurtjes van fietsen. Een mooie theemok, koffiemok, fietsen erop. Dus kortom, voldoende mogelijkheden om een klein cadeautje voor jouw lieve moeder, jullie lieve moeder, jullie lieve mama, bij ons in de winkel te vinden. Je kan ook shoppen op onze webshop op www.stappenbeeld.com/webshop. En daarnaast volg ons op Instagram, Stappenbeeld SCS, of op Facebook, Stappenbeeld. Dit was hem weer. Bedankt voor het kijken, lieve vrienden. Ik hoop dat jullie een hele fijne moederdag hebben, alle moeders ook. Tot de volgende keer, dan probeer ik weer wat leuke items naar voren te halen.